Zo, snel kort filmpje van op de tractor. We zijn vol een bak aan het spitten voor de moment. De komende dagen gaat straks hopelijk, want het is al 7 uur of zo. We gaan er nog plantgoed binnen. Dan moet de komende dagen natuurlijk zo snel mogelijk de grond in. Dat dat kan beginnen groeien. Ik heb ons pas een tractor gerad, want de mijne kan de machine niet heffen. En de machine zelf. Dat is deze, dat komt van puur landelijk. De Rudy die daar hier vlakbij zit, op wiezende grond dat ik ook zit, die heb ik gewisseld met de grond dat ik eigenlijk huur van de landgenoten. Dan zijn we een beetje hier met twee bioboeren, elk ons eigen teelten en ons eigen accenten natuurlijk, maar ja, als we elkaar kunnen helpen, dan doen we dat. Het seizoen komt eraan, dus ze zijn vol een bak aan het mulch uitrijden ook, of aan het klaarleggen om uit te rijden, want zo rap als het gespit is, kunnen we dat uitrijden. En ik hoop dat jullie niet zeeziek zijn, want ik begin er wel last van te krijgen van dat geschut. Dat is een spitmachine en dat zijn eigenlijk schubjes die daar, ik weet niet of ik het ga kunnen voortdoen, maar die steken eigenlijk de grond en die gooien die je achteruit. Dus dat draait niet, waardoor dat je veel minder bodemschade krijgt. Ook geen ploeg voor, geen ploegzool, gelijk dat je met ploegen of met ronddraaien in de spitmachine hebt. Dus dit is voor een bodem veel beter. En dan gaan we er straks nog een mulchlaag over leggen. Maar ik heb nu komen eigenlijk aan wat vorig jaar de pad was. En ja, dat krijg je natuurlijk niet weg met daar gewoon een beetje mulch over te gooien. Als ik dit jaar ook al groentjes wil kweken. Wat wel de bedoeling is. Voilà. En dan zijn we ondertussen op het gemak wat aan het spitten. En dan hoop ik dat ze zelfs de plantjes nog komen leveren voordat ik naar huis rijd. Want ja, als deze gespit is, dus tot hier aan de pad spit ik nog. Maar als dat gedaan is, dan rijd ik toch naar huis. Hè. Ik ga hier niet blijven wachten voor een levering die misschien morgen pas komt. Voilà. Het enige wat mij nog rest is te zeggen dat er... zaterdag 8 dagen, dus dat is de 6e maart, is er om 11 uur een rondleiding op het veld. Ik moet nog een beetje luisteren bij de gemeente hoe dat juist zit met de coronamaatregelen, hoeveel volk dat ik mag ontvangen, hoe het zit met verplichte inschrijvingen en zo. Maar sowieso, gelijk het nu is, mogen er met 4 buiten iets gaan doen. Dus ik kan sowieso 3 mensen nog meenemen. Er is sprake dat het ook al zou uitbreiden, maar ik ga ook proberen om als evenement iets meer te mogen. Maar dan weet ik nog niet hoe dat juist gaat werken. Als het dan met 3 zou zijn, dan ga ik er meer doen. Dus wie zich wil inschrijven, schrijf je zeker in. Dat kan via sms, via mail, via Facebook. Er zijn mogelijkheden genoeg. Als je zegt van dan past mij niet, maar ik wil dat toch wel eens zien. Dan kunt u ook gewoon inschrijven op of bellen om een afspraak te maken op een ander moment. Dat kan op zich ook perfect. Dan kunt op zich gewoon met je gezin komen zonder dat er anderen bij zijn. Dat heb ik natuurlijk liefst in de week, want in het weekend probeer ik ook een beetje weekend te houden af en toe. Zo, dan zijn we bijna aan het einde van de rij. En dan ga ik jullie mee rust laten. Nog even het beeld van de ondergaande zon als ze dat gedaan krijgen. Hoppa, voilà. Dus dat is het beeld dat ik s'avonds heb. Tot de volgende!